Hallo allemaal. Een hele goede middag. Zo, er zijn er gelijk veel. Ik heb al een paar vragen doorgestuurd gekregen. Ik zal eens even kijken. Om maar even met de deur in huis te vallen. Wat zijn voor jou de belangrijkste waardes in het leven? Om even luchtig te beginnen natuurlijk. De belangrijkste waardes, ja, dat is denk ik geluk. En ja, voorop natuurlijk familie, vrienden, mijn lieve vriendin. Ja, dat is wel het allerbelangrijkste voor mij, zeker. Eens even kijken. Wat is het allermooiste voetbalstadion waar je in hebt gespeeld? Ik heb in veel stadions al gespeeld. Heel veel mooi ook. Galgenwaard is daar zeker eentje van, moet ik zeggen. Maar ik denk wel uit tegen AC Milan in een aardig vol San Siro. Dat was wel echt heel bijzonder om daar te mogen spelen. Eens even kijken. Stuur alsjeblieft je vraag door. Eens even kijken. Welke sporten vind je naast voetbal leuk om te doen of om te kijken? Zie ik hier staan. Van Jitse Vos. Nou Jitse, ik vind het leuk om wielrennen te kijken. Vooral als de Tour de France bezig is. En ja, soms kijk ik ook wel, eind van het jaar is altijd de WK dart is erop. En dat vind ik ook altijd wel heel leuk om te kijken. Dus ja, dat zijn wel de sporten wat ik het meest kijk naast het voetbal. Job van Dijk, zou je trainer van FC Utrecht worden? Ja, hoe ik er nu over nadenk, denk ik niet dat ik een trainer wil worden na mijn carrière. Maar ja, ik ben ook nog maar 23, dus het zou ook nog wel even duren, hoop ik. Je favoriete herinnering aan je tijd in Italië? Ik denk dat dat was toen we speelden tegen Juventus. We speelden thuis tegen Juventus. Zij hadden hun kampioenswedstrijd. En wij speelden toen ook nog met 4 Nederlanders in de basis. En ja, we wonnen toen 2-1, waardoor Juventus geen kampioen werd. Dat was wel echt een fantastisch mooi moment. En ook omdat we met 4 Nederlanders in de basis stonden, was het wel was het echt bizar. Jobra de Maken, waar ben je opgegroeid? Nou ja, ik kom uit het oosten. Uit een klein dorpje Wierden. Ja, ligt in Tukkeland. En ja, als ik op vrije dagen ga ik altijd nog terug. Ik heb daar mijn familie en mijn vrienden wonen. En het is altijd leuk om daar weer terug te komen. Ooit een kopduel van Ronaldo gewonnen. Ik heb wel tegenover hem gestaan. Ik kan me niet zo herinneren of we een kopduel hebben gehad, maar ik denk niet dat ik hoger kom dan hij, want hij heeft een paar goals gemaakt, dat is echt bizar. En ook tegen ons helaas, maar ja, wat een speler is dat. Wat wil je nog bereiken met FC Utrecht van Nordin? Ja, wij willen gewoon Europa halen. Dus we staan nu op de goede plek. We moeten dat zien volhouden. En dan gaan we de play-offs spelen. En vanuit daaruit moeten wij Europa in. Dus even kijken of ik hier nog een vraag van Facebook. Dustin Bronius. Welk typisch Italiaans gerecht is jouw favoriet? Ja, dat vind ik een leuke vraag. Dan moet ik toch... Ja, Italië staat toch wel bekend om zijn pasta's. En... Ik moet zeggen dat een pasta pesto, dat is wel echt een van mijn favorieten. Of een pasta aglio olio peperoncino. Dat is met knoflook en met hete peper. Dat is wel echt heel goed. Even kijken of we nog een paar leuke vragen hebben. Wie is je maatje in de selectie van Tim? Wie is mijn maatje? We hebben... Sowieso een hele toffe selectie hebben we. We kunnen met iedereen kan goed met elkaar. Natuurlijk ken ik hier al een paar gasten. En, dus wie is je beste maatje, vind ik lastig om te zeggen. Ik ken Justin natuurlijk al heel lang. En dat is ook altijd een goede vriend geweest. Dus dan zou ik Justin zeggen. Wat mis je nu uit Italië van de FC Utrecht fans?
Ja, als ik dan één ding mag zeggen, dan is dat toch wel het eten. Dat is wel echt iets wat echt heel lekker is. Want van tevoren hoor je altijd wel van in Italië lekker eten, dit en dat. Maar als je het dan ook echt meemaakt, dan ja, dat kan ik wel beamen. Job van Dijk, wat was je denk je geworden als je geen profvoetballer was geworden? Zo, ja, dat vind ik lastig. Vroeger wou ik zelfs archeoloog worden. Maar daar ben ik nu wel op teruggekomen. Ja, wat zou ik worden? Ik zou denk ik iets in de sales doen. Dus dingen gaan verkopen, denk ik. Stuur jullie vraag eens door. Of hebben we hier nog een leuk vraagje? Wat is het grootste verschil qua voetbalcultuur in Italië versus Nederland? Wat is het grootste verschil? Ik denk dat het tactische aspect in Italië wel echt een heel groot aandeel is daar. Ja, staat Italië misschien ook wel bekend om de kleinere uitslagen. De 1-0'tjes en de pot dichtgooien als je voor staat. Maar ik denk dat dat wel het grootste verschil is, ja, qua tactisch. Wat eet je het liefst in Nederland wat niet in Italië was? Ja, dan moet je toch wel echt in een stampotje zoeken. Die krijg je niet daar in Italië. En ja, dat vind ik altijd wel even heel lekker als ik weer in Nederland ben. Ga ik even langs mijn moeder. Die kan dan een lekker stampotje boerenkool. Ja, daar kom ik wel even voor thuis natuurlijk. Daniel Struik vraagt... Mijn zoontje van 10 vraagt hoe je een goede voetballer wordt. Hoe word je een goede voetballer? Ik denk gewoon heel veel plezier erin hebben. Gewoon heel veel voetballen, lekker buiten zijn. Ja, en dan groeit het uiteindelijk vanzelf, denk ik. Je moet het gewoon heel leuk vinden, veel doen. En dan komt het vanzelf. Waarom koos je voor FC Utrecht? Ja, ik zat in Italië. Uiteindelijk speelde ik niet heel veel meer. En ik heb daar al 2,5 jaar, ik heb daar 2,5 jaar gezeten, ja. En ja, uiteindelijk begon het toch wel het gevoel te leven dat ik weer terug naar Nederland wou. Ook in verband met corona. Dat was ook niet altijd even makkelijk natuurlijk, zoals we allemaal weten. En ja, uiteindelijk contact gehad met FC Utrecht. Ja, wat ik zei, Justin ken ik al heel goed. Die had ik gebeld. Ik heb met de trainer gebeld. En dat voelde allemaal heel goed. En ja, toen gekozen voor Utrecht. En dan gelijk, Giel Oostra, ben je blij met je keuze voor Utrecht? Ja, zeker. Heel blij. Ik heb het hier echt naar mijn zin. We hebben een goede selectie, een leuke selectie. En ja, ik ben hier echt op mijn plek. Hebben we nog meer vragen? Ik krijg hier nog een paar doorgestuurd. Martijn Arts. Wie is de beste speler waarmee je hebt gespeeld? Ja, ik heb met veel goede spelers gespeeld, moet ik zeggen. Natuurlijk bij Twente met Hakim Ziyech. Wat natuurlijk een hele goede speler is. Bij Udinese ook met een paar hele goede spelers gespeeld. Ja, als ik het daar één mag noemen, is nu nog steeds ja, een beetje de ster van Udinese. Is Rodrigo de Paul in de international ook van Argentinië. En ja, het is wel een hele goede speler. Even kijken. Aaron vraagt, wat is de beste lunch? Ja, dan moet ik toch wel een spiegeleitje, denk ik. Lekker met een plakje kaas erop. Ja, daar kan ik wel echt van genieten. Dexter Kools, wie was vroeger je voorbeeld? Ja, ik keek altijd heel graag naar FC Barcelona. Nog steeds natuurlijk. En daar speelde het Pujol in de verdediging. Die ging altijd voorop in de strijd. En ja, dat vond ik altijd fantastisch mooi om te zien. En een echte aanvoerder. En ja, daar kon ik wel echt van genieten. Jens vraagt, wie is de gangmaker in de kleedkamer? Ja, dan moet ik toch wel Maarten Paas zeggen. Als die eenmaal op de praatstoel zit, dan houdt hij ook maar niet op. Maar ja, dat is wel de gangmaker, denk ik, bij ons. Justin vraagt, stond je altijd al rechtsback? In de jeugd heb ik altijd centrale verdediger gespeeld.
Daarna ook nog op het middenveld. En uiteindelijk toen ik bij het eerste kwam, toen sindsdien eigenlijk altijd rechtsback gespeeld. En nu nog steeds natuurlijk. Jamie vraagt, wat dacht je toen Maro met zijn buitenkantje scoorde bij Willem II? Ja, dat was fantastisch natuurlijk. Het hele team vond het geweldig en dat kon je ook zien aan de reacties, denk ik. Ik had het hem al een paar keer zien doen op de training en dat hij hem dan zo nog inlegt. Ja, dat was heel mooi natuurlijk. Hebben we nog eentje. Messi of Ronaldo? Messi of Ronaldo? Ja, het zijn allebei fenomenale spelers. Ik heb er genoeg gehad om tegen Ronaldo nog te spelen zelfs. Maar vanuit vroeger uit vond ik Messi al echt fenomenaal. En dan zou ik toch Messi zeggen. Eens even kijken. Heb je nog een paar leuke vragen? Welke positie zou je ooit nog willen staan? In ieder geval geen keeper. Dat lijkt me helemaal niks onder zo'n latje. Misschien dan wel gewoon in de spits. Hopelijk dan een paar doelpunten meer scoren. Dat is toch wel superleuk. Wat is je favoriete oefening tijdens de training? Vraagt Jitse. Ik vind het altijd heel leuk om 4 tegen 4 te spelen. De laatste tijd doen we dat ook wel veel, de training. We spelen altijd jong tegen oud. En ik zit bij jong. En we hebben nu 4 keer op rij gewonnen. Dus wordt ons wel makkelijk gemaakt natuurlijk voor de jonge gasten. Maar dat is wel het leukste om te doen altijd. Wat is de mooiste wedstrijd die je ooit gespeeld hebt in je carrière? Ik heb een paar hele mooie wedstrijden gespeeld. Wat ik zei in het stadion van in San Siro stadion uit bij AC Milan was heel bijzonder. Maar de wedstrijd op zich denk ik toch dat het Juventus is. Die we wonnen terwijl zij kampioen konden worden. Dat was een heel bijzonder moment. Hebben we nog meer leuke vragen? Het gaat allemaal wel heel snel, hoor. De woordgrap van Maarten op de drukte van Otje. ik vind die combi vind ik al geweldig. Dus laten we het op een combi houden. Heb je iets van bijgeloof voordat je aan de wedstrijd begint? Ik moet zeggen dat ik dat niet heb. Misschien trek ik mijn linker schoen eerder aan dan mijn rechter. Daar ben ik helemaal niet bewust van. Dus misschien zal dat het zijn. Romy vraagt, vind je het jammer dat er nu geen fans in het stadion zitten? Ja, dat is echt verschrikkelijk. Het is nu al een tijdje zo natuurlijk. Maar het is wel iets andere beleving. Ik heb hier natuurlijk in het stadion gespeeld zonder supporters alleen maar. En ik wacht echt op het moment dat jullie er allemaal weer bij kunnen zijn. En dat is wel iets wat we echt heel erg missen. Wat eet je voor een wedstrijd? Wij krijgen altijd pasta voor de wedstrijd. Veel koolhydraten. Voor je energie natuurlijk. Ik pak zelf altijd een botje met rijst. Een beetje groente. En een lekker pannenkoekie. En dan gaan. Hebben we nog vragen? Van zijn het een vraag, wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd bij Sassuolo? bij Sassuolo heb ik vrij weinig geleerd. Maar bij Udinese. Ik ben naar. Wat is de belangrijkste les? Ik denk dat het. Het complete plaatje was, denk ik. Ik ging natuurlijk naar Italië. Ik woonde toen ook nog in Wieden. En dan ga je in één keer naar Italië. Wat natuurlijk een hele grote stap is. Die hele ervaring was denk ik heel bijzonder, heel veel van geleerd. Ik spreek zelfs een klein woordje Italiaans ook nog. Dus dat was een hele mooie ervaring. En wat ik dan het meest geleerd heb, is denk ik wel dat ik een stukje volwassener ben geworden. Helemaal alleen ook. Later kwam mijn vriendin nog bij me wonen natuurlijk. Maar dat je het dan moet redden in ver van je familie en vrienden, dat was wel een hele, hele goede les denk ik. Um,
Waar ben je begonnen met voetballen? Vraagt Job van Dijk. Dat was in mijn dorp bij SVZW in Wierden. Al mijn vrienden voetballen daar nog steeds. Dus ik ging ook altijd nog kijken bij hun als het kon. En ja, het is altijd leuk om daar terug te komen. Ja, veel bekende mensen nog daar. Dus nee, dat is een mooie club. Mika vraagt, wat vind je de leukste competitie? De leukste competitie vind ik een lastige vraag. Ik denk dat het toch wel de Premier League is, ook om te kijken. Het is fantastisch, supporters zitten er altijd heel dicht op het veld. Ja, er zijn zoveel mooie clubs, goede clubs. En daarnaast ook de Serie A natuurlijk, met zoveel mooie en goede clubs. Ja, is altijd leuk om te kijken. Even kijken. Stuur jullie vragen door, dan probeer ik ze te beantwoorden. Wat vind je het leukst aan FC Utrecht? Ja, wat vind ik het leukst aan FC Utrecht? Ja, het stadion vind ik echt super mooi. Alleen vind ik het zo jammer dat ik nog niet heb gespeeld met supporters. Ik heb natuurlijk wel gespeeld met Twente uit. En het was natuurlijk was altijd super mooi om hier te spelen met supporters. De beleving hier in het stadion. Dat is wel echt super mooi. Welke club denk je dat de Champions League gaat winnen? Vraagt Sam Verwij. Ja, dus nu natuurlijk komt een heel belangrijk potje tussen PSG en Bayern. Maar ik denk, ja, ik zal mijn geld toch zetten op PSG. En dan gaat PSG denk ik ook de Champions League winnen. Even kijken. Welk aspect van het Italiaanse voetbal bevul je het beste met de kwaliteiten die je zelf hebt? Dat vind ik een goede vraag. Ik ben een speler die wel veel over het spelletje nadenkt, denk ik. Dus ook met tactische inzicht. Dus vooral het verdedigen, tactisch neerzetten van het team, denk ik. Dat mij het meest ligt. En dat gebeurt al heel veel, dus dat lacht me wel. Ik krijg veel groetjes uit Indonesië en de hartelijke groeten terug. Even kijken. Dustin Bronius vraagt, de muziek van Jorrit of de muziek van Elgero? Ja, Jorrit, dat is onze materiaalman natuurlijk. En die draait altijd volle bak zijn muziek in de materiaalruimte. En ja, daar kan ik altijd wel van genieten, moet ik zeggen. En ja, dus dan zou ik toch kiezen voor Jorrit. krijg je ook nog vragen doorgestuurd? Gijs vraagt, wat is het mooiste shirt van FC Utrecht dit seizoen? Ik denk dat we echt mooie shirts hebben. Natuurlijk, het wit-rode is natuurlijk, vind ik echt een mooi shirt, het thuisshirt gewoon. En dat roze, wat ze hier magenta noemen, vind ik ook een heel mooi shirt. Als ik toch moest kiezen, zou ik toch altijd het thuisshirt kiezen. Vind je... Oh, die ging net iets te snel. Insta of TikTok? Vraag Tijmen. Ja, ik moet zeggen, ik zit nooit op TikTok. Mijn vriendin die kijkt soms wel en die stuurt soms filmpjes door. Maar ik heb daar vrij weinig mee, dus dan zou ik toch voor Insta kiezen. Wat is het mooist wat je hebt bereikt in je carrière? Vind ik een lastige. Ik ben ook nog maar 23 natuurlijk. Dus ik hoop nog heel veel mee te maken. Maar tot nu toe veel mooie dingen mogen meemaken. Natuurlijk de overstap naar Udinese. Was super mooi. Dus ik denk dat dat wel een van mijn mooiste dingen was. En natuurlijk nu ook naar Utrecht. Was ook fantastisch. Wat doe je het liefst in je vrije tijd? Vaak in mijn vrije tijd ga ik lekker naar familie, naar vrienden. Lekker bakje koffie drinken. Mooi rustig aan. Mijn vriendin en ik hebben een hondje ook. Dus dan gaan we veel wandelen. Dus dat doe ik vooral in mijn vrije tijd. Eens even kijken.
Hele gevaarlijke vraag van Jens. Wie van de selectie heeft de knapste vriendin? Ja, dat is natuurlijk mijn eigen vriendin. Jens, kom op. Sam Verwijfer, zou je liever de Champions League winnen of het WK? Ja, dat zou ik toch wel het WK zeggen. Dat is toch wel het allergrootste podium waar je op kan spelen. Dat je uitkomt voor je land. Ja, dat zou wel echt heel, heel bijzonder zijn. Hebben we nog meer vragen? Ik krijg hier ook vragen doorgestuurd. Niels vraagt FIFA of PES? Ja, ik heb nooit echt PES gespeeld. Dus dan zeg ik toch FIFA. Merken jullie het verschil op het moment dat er geen supporters zijn? Vraagt Sam Verwij. Ja, dat merk je wel. Ja, tuurlijk. Ik denk vooral als je thuis speelt, is dat toch wel weer een extra steun in de rug. En zo voel ik dat ook echt. En dan is dat wel heel jammer dat het wegvalt in deze periode natuurlijk. Dus we hopen dat jullie snel weer terug kunnen komen. Eens even kijken. Tegen welke speler zou je ooit nog willen voetballen? Ja, ik heb de eer gehad om natuurlijk tegen Ronaldo te mogen spelen. Dus dan zou ik toch wel Messi zeggen. Ja, voor mij de allerbeste speler van de wereld. Dus Messi. Eens even kijken. Kasper vraagt, vind je het niet saai om achter te staan in het veld? Nou, ja, saai is niet het goede woord. Heel frustrerend, denk ik. Dat is beter. Even kijken. Hebben we hier nog een vraagje? Wie vind jij de beste rechtsback alle tijden? Ja, vind ik een lastige vraag. Er zijn er heel veel geweest natuurlijk. Ja, wie vind je de allerbeste rechtsback? Ja, ik denk toch Zanetti van Inter Milaan. Was echt een top. Wat is je favoriete club uit Portugal? Vraagt Benny. Ja, wat is mijn favoriete club? Ik moet zeggen dat ik echt... dat ik nog nooit überhaupt een wedstrijd heb gezien in een Portugese competitie. Dus dat vind ik een lastige vraag om te beantwoorden. Waar verheug je je dit seizoen op? Nou, ik verheug me echt op de play-offs. En om dan ook nog te winnen, daar verheug ik me helemaal op natuurlijk. Wat vind je van de sfeer bij Utrecht? Vraagt Sven. Ja, in het stadion heb ik natuurlijk nog niet meegemaakt. Maar voordat we tegen Willem II speelden, toen we wegreden richting Tilburg, toen stonden hier supporters ons op te wachten. En ja, dat was heel indrukwekkend. En ja, uiteindelijk heeft dat ook wel geholpen, kun je zeggen. Dat we die wedstrijd zo gewonnen hebben en zo goed hebben gespeeld. Even kijken. Zelf vraag, wie heeft de beste baard in de selectie? Ja, Maarten Paas denkt dat hij het beste baardje heeft. Wie heeft de beste baard in de selectie? Ja, dat moet ik toch mezelf zeggen. Dat ik het beste baardje heb. Ik weet dat niet iedereen daarmee eens is, maar... Dustin Bronius vraagt, wie is tot nu toe je meest vervelende tegenstander geweest? Ja, ik heb tegen heel veel goede spelers gestaan. En ook vaak lastige wedstrijden gespeeld. Ja, Ronaldo was natuurlijk super lastig. Ook al zwerft hij over het hele veld. Je kan hem soms even niet zien. En dan kijk je 10 minuten later en dan staat hij 2 keer met 2 goals op het scorebord. Dus ja, dat zijn wel frustrerende en hele lastige dagen. En ja, ik moet zeggen, toen ik net bij het eerste kwam, bij Twente, toen speelden we
tegen Ajax, tegen Younes. Dat vond ik ook een lastige tegenstander. Ja, een dribbelaar, heel technisch en snel. Dus, Dion van Doorn zegt, als er weer snel publiek is, kom ik je aanmoedigen. Nou Dion, ik hoop het ook, jongen. En ik hoop je snel te zien hier in de Galgenwaard. Waarom heb je rugnummer 5? Ja, er waren niet heel veel rugnummers mee over, moet ik zeggen. Ja, en daarvan vond ik 5 toch het mooiste. En heb ik 5 gekozen. En mijn zus heeft ook nummer 5. Die speelt volleybal. Dus ja, dat vond ik wel heel grappig. Wie is de snelste in de selectie, zegt Salah. Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Remco Balk vond zelf dat hij heel, heel snel was. En ja, volgens mij had hij Tommy Sinjago nog uitgedaagd voor een sprintduelletje. Maar die heb ik nog steeds niet gezien. Maar ja, ik zou toch Granokerk zeggen, snelst. Ilias vraagt uitshirt of thuisshirt. Dat zou ik toch zeggen thuisshirt. Want over het algemeen speel je dan natuurlijk ook thuis. Dus dat doen we het liefst. Dus dan zeg ik thuisshirt. Ik krijg hier een vraagje door. Job van Dijk, waar zit je nu in de Galgenwaard? Nou, ik kan het even laten zien. We zitten hier in de T-Mobile ruimte. Eens even kijken. Dan gaan we gewoon verlopen. Hier. Aan het veld. Ik ben hier om met Joris. Joris, zeg eens gedag. Een hele mooie ruimte van onze hoofdsponsor, T-Mobile. Eens even kijken. Rechts half of rechts back, omdat je goed in opkomen bent. Ja, toch rechts back. Ik vind dat wel fijn om vanuit laag op het veld naar voren te stomen, als het ware. Dus dan zou ik zeggen rechtsback. Wie is de grootste grappenmaker? Dan moet ik toch zeggen Maarten Paas. Ja, die maakt heel veel grappen. En ja, niet altijd de beste grappen, maar hij maakt er wel heel veel in ieder geval. En hij vindt zichzelf het mooist, dus, maar dat kan ik ook wel enorm waarderen. We hebben natuurlijk ook een prijs. Ik mag een shirtje weggeven aan degene met de mooiste vraag. Ja, zoveel vragen geweest. Ja, dan moet ik toch zeggen de vraag van Dustin Bronius. Welk typisch Italiaans gerecht is jouw favoriet? Ja, ook omdat ik natuurlijk zelf heel veel van eten hou. Dus Dustin, gefeliciteerd met je shirtje en hij zal jouw kant op komen, ga ik vanuit. En dan gaan we hem afronden. Mensen, heel erg bedankt voor het kijken. Ik vond het super leuk. Ik hoop jullie echt super snel weer te zien hier in de Galgenwaard. En ik wens jullie nog een hele fijne maandag.